Ik weet niet hoe het bij jullie is hoor, maar ik ben eigenlijk officieel wel zo'n beetje gestopt met kijken naar SBS6 hoor. Jongen, wat een onbenulligheid. En wat een treurigheid. En wat een armoe. Ja, zoveel armoeigheid hebben ze bij de voedselbank nog nooit gezien. Nee, echt niet. En dat komt omdat ze gewoon daar volkomen ideeloos zijn. Het is me een ellende daar. Ze hebben dus daar een directie bij elkaar gehaald. Bij allerlei andere zenders vandaan gehaald. Bij RTL en noem het allemaal maar op. En die moeten dan dat talpa helemaal weer op de kaart zetten. En dat komt dus helemaal met geen idee. Nul. Ja, dan komen ze bijvoorbeeld, we brengen taxi terug op tv. Nou zeg, hoe kom je erop? Geweldig idee, top. Nou, dat is even nieuw. Of, weet je wat we doen? We zetten Lingo weer. Oh, we doen Lingo weer op tv. Oh, nou, ook fantastisch. Dat is dan SBS. Ja, en wat denk je ervan? Ze hebben de ene flop, maar echt flop met een grote F. Die hebben ze daar de een naar de ander. Dit vindt Nederland om 6:30 s'avonds. Kijk geen hond naar. Niemand. Nou, top gedaan hoor. Zo jongens, met jullie topsalarissen. Ja, geweldig. En wat denk je van Hek van de Dam? Nou zeg, daar kijkt echt geen hond naar. Ik heb zelfs aan mijn hond, ik zit tegen mijn hond, tegen Pep. Kijk even naar Hek van de Dam. Niet geïnteresseerd. Totaal geen zin in. En dus weer een enorme flop voor SBS6. Nou, toppie hoor. Die zijn echt heel goed bezig daar. Hé, hey, petje af. En dan heb ik nog niet eens genoemd. Hé, hey, de 5-uur-show. Kijkt ook geen hond naar. Nee, ook weer een flop. Verheb ik jou daar. Nou, ook weer dik in orde. Ja, en zo gaat het maar door bij het SBS. De ene ellende na de andere ellende. En totaal ideeloos. Ja, waar zijn ze nu mee gekomen? Ja, hou je vast. Hou je vast, want deze geloof je niet. Nee, deze ga je niet geloven. Die zijn daar die komen dus terug met wie van de drie? Ja, jongens, dat is toch onvoorstelbaar. Die zijn dus in vergadering daar. Zie het voor je bij Talpa. Daar zit dus allemaal hoge salarissen en grote bollebozen. Dat zit allemaal bij elkaar in vergadering. En een van die gasten, die zegt ineens, ik heb een idee. Oh ja, wat dan? Wie van de drie? Oh, hoe zeggen die anderen? Stop. Oh, God. Hou vast het idee. Schrijf het gauw op. Anders vergeet je het. Ja, jongen. Wie van de drie? Uit 1960. Met Martine Bijl en Albert Mol. En Kees Brus en Hemmer Emmy. Ik bedoel, zwart-wit tv. Ik bedoel, hoe truttig kan het zijn, NCRV? En dat gaan we allemaal dan weer doen. Ja, hoor je het muziekje al? Ja, mijn naam is Herman Vluchtheuvel. Ik ben buschauffeur. Was getekend Herman Vluchtheuvel. Dat is hem. Dat gaan we allemaal weer op tv krijgen. Ja, en waarom ga je dan weer niet een van de acht doen van Mies Bouwman met die lopende band? En waarom ga je anders niet de weekendquiz doen met Fred Oster? Van Fred Oster, weet je nog? Met die marmotten. Alle even duinzakjes, wat allemaal leuk weer. Dat gaan we. Ja. Och. Het is me ook van een treurigheid en van een verdriet. Dat je eigenlijk gewoon in een hoekje wil gaan zitten huilen. Ja, omdat SBS 6.